Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. DVS in balbezit. Joran van Zanten naar Jeremy Jonker. Moro. Heel goed naar de andere kant. Frank van den Burg stuurt daar Olivier Pilon de diepte in. Duidelijk tot nog toe de meest opvallende man bij VVSB. Komt die corner. Komt het schot. Prachtige reactie, Daan Huiskamp. Heel mooi. Leek op hensbal, maar nu kan de nummer 14 toch doorgaan. Maar wederom een hele goede reactie van Daan Huiskamp. Waarom een hele goede reactie? Omdat de bal ook nog van richting werd veranderd. En dan moet je ook nog een keer extra anticiperen. En dat deed hij heel goed en heel snel. Van de Wilde brengt hem erin. En buitenspel? Geen buitenspel. Eerste doelpunt is gevallen voor VVSB. Frank van den Burg. Romeon. Duidelijk gevolgd door Ties Evers. Joran van Zanten. Heel goed gekaatst. Prima aanval DVS. Goed gekaatst Joran van Zanten met Olivier Pilon. Joran van Zanten. Gaat weer de combinatie aan. Gaat veelvuldig mee naar voren. En doet dan toch goede dingen. Oeh, was daar te laat met de sliding. Had zomaar verkeerd kunnen aflopen. Middels een geel kaartje of zo. Van der Wilde daar weer. Jongen. Daar komt DVS toch weer even goed weg. Precies dezelfde plek als tegen VVOG. Heel bekend. Van mij mag de afloop net zo zijn. Sofie, doe je plicht. Komt-ie. Nou, bijna had daar Benjamin Roumillon de bal nog met zijn hoofd geraakt. Komt de volgende voorzet. Olivier Pilon. Hij kan worden weggekopt. En daar heel goed Van der Wilde weer hier. Ik wou net zeggen, heel goed geanticipeerd Koen Vloedgraven. Maar Van der Wilde die gaat lang door. En natuurlijk doet Moro het enige wat hij zou kunnen doen. Want hij wist dat in zijn rug een VVSB'er klaar stond. Wederom Frank van den Burg op dat kopballetje van Koen Vloedgraven. Bal komt niet bij een van de voorwaartsen van DVS. Jeremy Jonker. Overtreding. Overduidelijk. Wederom, vrije trap. Aanloop. Sofian Moro. Schot. Via! Ja! Natuurlijk van de richting veranderd door een van de verdedigers van VVSB. En zo komt het hier toch nog weer tot 1-1. Komt er nog iemand zich aanbieden? Ja, Joshua Patrick. Prima. Pilon. Vloedgraven. Het spel van DVS oogt toch vrij volwassen, moet ik zeggen hoor. Kijk, Frank van den Burg aan de rechterkant. Romeon. Constant gevolgd door Ties Evers. Eén opdracht. Schakel Romeon uit. Maar daar bijna vanuit de draai. Olivier Pilon. Inmiddels alweer meer dan 8 minuten gespeeld in deze tweede helft. Langzaam maar zeker begint de beslissende fases eraan te komen. Joshua Patrick. Hoe hoog die komt, het is niet te geloven. Inderdaad, ingooi DVS.
Robert de Vries. Benjamin Roemion. Nu. 1-2 man te snel af. Heerlijk gespeeld hoor, Benjamin. Joshua Patrick. Ho, overtreding. Nou, het moment van Moro. Wie weet. Aanloop. Schot. Gesmoord in de muur. 58 minuten inmiddels gespeeld. We zitten in de 59ste minuut, zoals dat heet. Komt daar die bal. Maar toch Joran van Santen die daar even een tikje geeft aan de bal. Waardoor de keeper toch even gestrekt moet. Ook Joran van Santen goed verdedigd. Veilbrief. Bal blijft daar nog even. Maar deze bal kan een van de voorwaartsen van DVS niet zo heel veel mee. Nu Joshua Patrick. Benjamin Roemion, Benjamin Roemion, Benjamin Roemion. Nee, net niet. Komt-ie. Nu. Oh, Moro. Moro. Nee, net niet. Iets drukken en dan zit hij erin gewoon. Yannick Bouw, geen schijn van kans ten opzichte van Basil Kamara. Maar daar weer. Oh, ja. Moro, Moro. Nu, nu. Olivier Pilon. Dit is hem. Nee, weer niet. Schitterende reactie. Die bal moet erin, Olivier. Bal komt niet tot aan bij Roland de Vries. Kamara. Jonker. Joshua Patrick. Jonker. Benjamin Roemion. Goed veldspel, DVS. Wederom druk op het doel van VVSB. Frank. Frank van den Burg. Kan hij de bal voorzetten? Ja. Hij kan hem voorzetten! En wat doet hij? Hij blaast de bal gewoon in de verste hoek. Het is niet te geloven. Frank van den Burg. Wat doet hij dat mooi? Wat doet hij dat mooi? Joshua Patrick. Goed doorgekopt. Onze springveer. Mag je wel zeggen. Diepe bal van de Wilde. Daar moet Joran van Santen toch behoorlijk achteraan. Moeilijk, moeilijk. Oh, wat een kans. Wat een kans. Ongelooflijk. Ja, hij zit er nog maar net in. Os Ruti. Had hem zo binnen kunnen schuiven. Roemion gaat zijn verdediging assisteren. Heel goed. Nogmaals, daar blijkt die enorme goede teamgeest uit bij DVS. Nu. Wederom Daan Huiskamp. Die pakt een puntje voor DVS. Speelt absoluut goed. Nu doorgekopt weer. Joshua Patrick. Is toch een van zijn kwaliteiten. En daar raadt Rafael Uitelo zien dat hij een potje kan voetballen. Roemion, Roemion. Oh, die keeper die zag hem pas heel laat aankomen. Dat schot van Benjamin Roemion. Die weer. Dit kan nog een tricky momentje worden. Maar heel goed verdedigd daar. Weer goed gezien door Joran van Santen. Goeie paas op Rafael Uitelo. Wat gaat Uitelo doen? Wat gaat Uitelo doen? Wat gaat hij doen? Hij schiet hem erin! Het is niet te geloven! Rafael Uitelo! Jongen, jongen, wat doe je dat goed? Tegen FVVSB niet te filmen! Rafael Uitelo! Vrije trap, VVSB. Maar iedereen die DVS een goed hart toedraagt, staat hier nu toch met een wat geruster gevoel. Komt die bal daar via de aanvoerder. Maar de bal loopt over de achterlijn. En de scheidsrechter fluit voor het laatst. DVS 33 gaat hier weg met een 1-3 overwinning op grond van de tweede helft. Volkomen verdiend. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de Business Club van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.